Yeah, Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en weer ga ik niet te veel praten, want het is een Joint Politics. Annelies, aan jou het woord. Goedenavond. Het is dus inderdaad weer een Joint Politics en deze staat vandaag in het kader van de Nacht van de Vluchteling. Zoals u alle weet zijn er een heleboel mensen die gaan 40 kilometer lopen om gesponsord te worden en daarmee geld op te halen voor de vluchtelingen in Nederland, in de wereld. Ja, in Nederland ook natuurlijk. Maar goed, we hebben 3 gasten in de studio met wie wij de problematiek rondom vluchtelingen gaan bespreken. En dit zijn ze. De dame, als die op links, de eerste dame op links. Stel je maar voor. Rena Netjes, Arabiste en journaliste. Dan de heer in het midden op links. Mijn naam is Ton Huizer en ik ben verbonden aan Stichting Vluchteling. En dan de heer op rechts links. Op rechts links is Okke Ornstein. En ik ben journalist van beroep. Nou, en we gaan het dus met hun hebben over de problematiek die er is in Griekenland, Calais, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. We hebben een beetje een probleem, want we zitten vandaag in een andere studio. Dus als het even een beetje vreemd klinkt, dan komt dat omdat ik op een krub van 3 meter hoog zit. En we zitten aan een soort bar. Nou, geen zorgen, ik doe de techniek en ik monitor alles. Prima. IEM, die komt met maar liefst 65 miljoen mannen, vrouwen en kinderen hebben huis en haard verlaten. Op zoek naar veilig bestaan. Deze vluchtelingen hebben dringend behoefte aan noodhulp, zoals gewoon drinkwater, noodvoeding en onderdak. Daaronder ook vluchtelingen die gemarteld zijn. Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld bij het tribunaal in Den Haag af te dwingen dat landen zich aan de gemaakte overeenkomsten houden? Wie wil hem? Dat is een hele interessante vraag. Je zou denken van wel, maar wat nog misschien nog opmerkelijker is, is dat bijvoorbeeld de president van Soedan, Omar Bashir, die moet naar Den Haag komen. Die is veroordeeld voor oorlogsmisdaden, hè, in Darfur enzovoort. Ja. En in totaal miljoenen vluchtelingen uit Soedan vertrokken. Maar wat wil het nu? Dat de Europese Unie maakt met hem een deal nu. Om vluchtelingen juist tegen te houden. Dus met andere woorden, als jij een deal maakt met iemand die in Den Haag, naar Den Haag eigenlijk zelf moet komen, ja, dan kan je moeilijk die man opnieuw gaan veroordelen. Want je gaat zelf een deal dus maken. Sowieso, terwijl je weet dat hij, dus een oorlogsmisdadiger is. Dus met een misdadiger maak je een deal? Ja. Okay. Is straks meer erover, ja. Ton, heb jij er wat op te zeggen? Ja, op het tribunaal worden natuurlijk mensen individueel veroordeeld. Dus het zal nog niet zo heel makkelijk zijn om daar een staat te veroordelen. Omdat je individuele mensen moeten aangeklaagd worden. Maar zoals Rena al zei, Bashir is al aangeklaagd. Dus die zou eigenlijk naar Den Haag moeten komen. Maar hij beweegt zich tegenwoordig vrijelijk over de wereld. En er schijnt niemand te zijn die hem in kan of wil rekenen. Ook. Ja, wat moet ik erover zeggen? Het heeft mij heel erg verbaasd. Ik ben 2 jaar geleden vanuit Griekenland met een stel vluchtelingen voor de radio meegereisd naar Duitsland. Te voet en met de trein en met de bus. En het verbaasde me toen heel erg. Je zag dan onderweg heel vaak op de televisie was er weer een soort noodconferentie en een topontmoeting en een spoed dit en dat. En dan dacht ik altijd van ja, dat lijkt heel weinig te maken te hebben met de realiteit hier op de grond. En ik vroeg me ook vaak af. Kijk, als ik hier in mijn eentje allerlei dingen kan uitzoeken en zie hoe het allemaal in elkaar zit, dan kunnen die mensen die allemaal denktanks tot hun beschikking hebben en onderzoekers en noem het allemaal maar op, die kunnen dat ook. En als ze dat, waarom doen ze dat dan niet? En want als ze zouden weten hoe het werkelijk gaat, dan zou er heel ander beleid moeten komen. Want je laat niet mensen verdrinken enzovoort enzovoort. Maar ja, als je dit soort nieuws hoort, dat er dus allerlei verdragen worden gesloten met oorlogsmisdadigers. En dan vraag je je ook af, is Assad dan de volgende met wie we een deal gaan sluiten? En hoe gaat dat dan verder? Dan bekruip je toch een beetje de gedachte dat het misschien moedwillig is dat ze het gewoon niet willen weten. En dat vind ik wel heel ernstig. Ja, dat is wel dat is iets wat we niet moeten willen, om het zo maar te zeggen. Is het ICC een soort farce geworden? Nou, ik weet ook niet of het ICC echt het aangewezen forum is voor deze kwestie. Want ik denk,
ik heb me heel lang afgevraagd, bijvoorbeeld die Turkije-deal, en dan zijn er nog een aantal andere deals. Waarom dat niet? Dat zijn deals die met Europa worden gesloten, of met het individuele landen binnen Europa. En waarom wordt dat niet getoetst door het Europese Hof voor de Mensenrechten? Want dat is iets waar, kijk, dan kun je een oorlogsmisdadiger kan dealen wat hij wil. Maar in ieder geval zou je wel kunnen voorkomen dat Europese landen zich daar aan mogen houden aan dat soort deals. Maar dat is toch eigenlijk strafbaar als een regering met een misdadiger onderhandelt? Ja, ik ben geen advocaat, maar dat zou je haast wel denken. Dat, ja. Dat lijkt mij wel. Als ik met een fietsendief op straat een deal maak voor een fiets, dan word ik ook opgepakt als heler. Ja, het is een soort. Simpel. Het is in ieder geval ontzettend onethisch om het te doen. Maar hij is aangeklaagd, hè? Hij is nog niet veroordeeld. Hij is ook nog niet verschenen bij het ICC. Dus schuldig maakt tot wel anders verschil. Bewezen. Ja, ja. Ja, het lijkt erop, hè, dat we, het is wel evident dat we in Nederland andere regels hanteren hoe we met elkaar omgaan dan de regels die we dan gebruiken met het buitenland. Bijvoorbeeld Egypte, hè, daar dealen we ook mee. Sisi heeft duizenden mensen vermoord sinds dat hij aan de macht is. Er zijn duizenden omgekomen door zijn politie en leger. Er zijn zelfs 3 keer zoveel mensen omgekomen in Egypte door zijn regime dan überhaupt door IS of Al-Qaeda in Egypte. Dus ja, het lijkt me heel erg moeilijk om. Kijk, als zo iemand al met zijn eigen bevolking al zo omgaat. Hè, er zitten ook meer dan 60.000 politieke gevangenen vast. Volgens Egyptische mensenrechtenadvocaten. Top mensenrechtenadvocaat. Dus als hij met zijn eigen bevolking al zo omgaat. Hoe kun je dan garanties krijgen? Zoals onze informateur Cenk Willink opschreef. Hoe kun je dan garanties krijgen dat mensenrechten van vluchtelingen in zulke soort landen worden gerespecteerd? Als zijn eigen burgers al helemaal niet aantoonbaar, hè, staat gewoon maar vast, dat ze die al niet respecteren. Dus ja, die tekst die is opgeschreven dus door de informateur, ja, die klopt gewoon niet. Eigenlijk is onze regering dan gewoon heel fout bezig. Maar dat zeg ik wel, dit neem ik gewoon helemaal voor mijn rekening. Er hoeft niemand verder op te antwoorden. Nee, ik denk dat men zo bang is dat populisten Europa uit elkaar trekken. En dat er dan nu gewoon alles aan gedaan wordt om dan de hele vluchtelingenstroom, hoe dan ook, maar te stoppen. Ik weet niet wat anderen daarvoor gedachten over hebben. Maar dat is mijn enige conclusie, dat nu alles is geoorloofd, lijkt het, om die vluchtelingen maar te stoppen. Omdat men zo bang is dat Le Pen in Frankrijk het over zou nemen enzovoort. Hè, en hier Wilders. Tenminste, ik kan niet zo gauw wat anders verzinnen. Ja, toch denk ik dat we daar wel mee op moeten passen. Kijk, wij als Stichting Vluchtelingen richten wij ons op de opvang van vluchtelingen in op het ogenblik met name Afrika en Azië. Een deel van de vluchtelingen komt deze kant op. Ik denk dat we wel in de gaten moeten houden dat er ook een heleboel mensen in Nederland en mensen in Europa zijn die zich daar zorgen over maken. Dus ik denk dat het heel moeilijk is alles op te hangen aan het populisme of de angst voor het populisme. Dat speelt een rol, zeker ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat we ook moeten zien dat er ook zorgen zijn bij mensen. En bijvoorbeeld als Stichting Vluchteling merken wij dat. Er heel veel belangstelling is, bijvoorbeeld voor de Nacht voor de Vluchteling, om die te steunen. Er zijn meer donateurs voor Stichting Vluchteling dan ooit, meer dan voorheen. Tegelijkertijd merken we ook aan de reacties van sommige mensen dat ze zich zorgen maken en met die zorgen bij Stichting Vluchteling komen. Dus ik denk dat we dat wel ook in ogenschouw moeten nemen. Begrijp me ook niet verkeerd, als ik één ding mag. Ik ben het ook niet met die analyse eens, maar ik hoor het wel en ook onder collega's. Maar ik denk juist als je die gruwelijke dictators, als je die gewoon hand boven het hoofd houdt en een zak met geld geeft enzovoort, dat dus totaal geen oplossing is voor de lange termijn. En ook een totaal verkeerd signaal naar andere dictators. Want Trump zegt een paar weken geleden tegen Sisi van je bent geweldig. Nou, hij heeft inmiddels in 2,5 weken alweer 64 nieuwssites gesloten. Zo snel gaat dat dus. Dus je moet wel degelijk, denk ik, tegengas geven tegen dat soort lieden. Want er komen alleen maar meer vluchtelingen van. En vluchtelingen. Ik vraag me ook af of het wel helemaal door dat populisme komt. Want het meest verbijsterende vind ik dat toch partijen zoals D66, waarvan de leider zich de afgelopen jaren toch behoorlijk van leer is getrokken tegen Wilders, dan wel zou instemmen met zo'n soort van deal
waarbij mensen dan in Egypte worden opgesloten. Ik weet niet of dat komt door angst voor het populisme of gewoon door angst voor vluchtelingen. Dat er mensen hierheen komen omdat wij niet in staat zijn om te helpen met het oplossen van problemen daar. Is het een economische angst? Nou ja, misschien ook wel. Dat zou zomaar kunnen. Dat wordt overigens niet, dat is niet helemaal gestoeld op feiten. Want de meeste onderzoeken die wijzen er toch wel naar dat het helemaal niet slecht is voor de economie als hier mensen naartoe komen. Integendeel zelfs. Maar dat hoor je wel. Je hoort heel vaak mensen zeggen van ja, en ze pikken onze banen en ze nemen ons. Ja, maar dat is een heel simplistische analyse. Dat, ja, een PVV-analyse. Ja, nou ja, dat is dus geen analyse. Nee, oké. Kijk, er is ontzettend, dat ben ik wel met Rena eens. Dat is, je ziet in de politiek heel erg, en ik ben heel lang uit Nederland weg geweest, en dan valt je dan ontzettend op als je terugkomt, dat het allemaal op het sentiment gaat. Het is net de Jordaan wat dat betreft. Het is allemaal niet rationeel. Ja, het is niet rationeel. Het gaat helemaal niet om argumenten. Het gaat allemaal om. Het is bijna een soort emotionele, rare discussie die er wordt gevoerd. Dat zie je op social media ook heel erg. Dat het allemaal, het is of de haat of de liefde. En die komen allemaal een beetje uit hetzelfde woord. Onderbuikgevoel. Ja, ja. Goed, dan ga ik even verder met een vraag van Bert Bruis. Die zegt, ik ben vooral benieuwd naar de inhoudelijke reactie van Ton Huizer. Op het weglopen van de kabinetsonderhandelingen door Jesse Klaver. Iedereen heeft hier een mening over, Bert. GroenLinks door vast te houden aan hun standpunt met betrekking tot asielzoekers en vluchtelingen. En niet in overweging te nemen dat ze door geven en nemen een deel van hun doelstellingen kunnen bereiken. Persoonlijk vind ik namelijk hun houding gelijk aan de starre houding van de SP met betrekking tot regeringsdeelname. Wanneer ze niet hun zin kunnen doordrijven ter zaak van Europa en de EU. Nou, Ton, daar ligt. Ja, ik bij het spits af. Ja, ik vind het nog niet zo heel makkelijk om erop te reageren. Ik heb die tekst gelezen die Cenk Willink opgesteld heeft. Dat is een hele abstracte tekst. Dus toen ik die voor het eerst las, dacht ik echt, dit is losgezongen van de werkelijkheid. Dit heeft niks te maken met hoe het werkelijk toegaat in Afrika of in Azië. Ik vond ook wel de reactie van GroenLinks. Die hebben een brief rondgestuurd waarin ze uitleggen waarom ze er uitgestapt zijn. Vond ik ook niet zo heel erg duidelijk. Ik denk alleen, als we nu kijken naar Noord-Afrika, als we het alleen even over Noord-Afrika hebben, dan komen de vluchtelingen, komen bijna allemaal via Libië en die steken over naar Italië. Nou, we weten dat Libië is één grote chaos. Daar zijn drie regeringen die bestrijden elkaar op leven en dood. Vluchtelingen worden daar in detentiecentra gezet, die worden daar gemarteld, die worden daar verkracht en die worden daar gedood. Het is levensgevaarlijk voor mensen daar. Dus als we op het ogenblik naar de realiteit van deze dag kijken, van vandaag, dan zou zo'n deal met name en allereerst gesloten moeten worden met Libië. En dat is een onmogelijkheid. Je kan met er is A, geen duidelijk regime in Libië. En ten tweede worden alle mensenrechten daar. We worden alle mensenrechten daar geschonden. Dus in die zin kan ik me heel goed voorstellen. Ondanks de kans die GroenLinks had om tot het kabinet toe te treden. Dat ze dachten, ja, maar een tekst die zo abstract is en zo ver weg ligt van de dagelijkse realiteit, die gaan wij niet onderschrijven. Vooral niet omdat het ook weer 4 jaar gaat duren. En ik hoorde dat ze het er ook over hadden dat tijden veranderen. Ja, ik denk zelf dat het vooral was, we zetten iets op papier en daarmee schuiven we alles vooruit. He, want die deals met Afrika, misschien dan wel met Sudan, daar ga jij het over hebben, Rena. Maar de meeste van die deals die zijn er nog helemaal niet. Er zijn wel contacten met name van Italië met Libië. Maar het is ook een beetje die hele zaak vooruitschrijven. En met het idee, nou, we kijken wel tegen die tijd hoe het ervoor staat. Dus ik kan me wel voorstellen dat GroenLinks zei dit is te ver van de realiteit. Van met name Libië, waarin op het ogenblik mensenrechten geschonden worden en waar mensen tijdens de overtocht van Libië naar Italië verdrinken veel mensen. Oké, we gaan straks het woord geven aan Rena en Okke. We gaan nu even uit voor een track, want Mad Chili Red is in the house. Yep, yep. We zijn weer zo terug. Join Radio. Yay, yay. Yeah, yeah,
Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en ik geef het woord aan Anaïs. Zo, we zijn weer terug en voordat we verder gaan wil ik ook nog even aandacht vragen voor de stichting Portagora, Centrum voor Europese Samenwerking in Tilburg. Dat is van vele slegers en die doen heel veel goeds voor mensen die in de buurt van Calais zitten. En ze brengen daar kleding en andere materialen. Ze hebben ook bijvoorbeeld, wat heel fijn is, zijn internetcafé aan het opzetten. En als mensen dan, een café is natuurlijk een groot woord, maar als mensen apparatuur over hebben, dan kunnen ze dat bij vele afleveren. U kunt op de Joint Politics pagina naderhand kunt u zien waar u dat kunt afleveren. Rena, jij ging net in op Ton. Ja, dat was over de tekst of de vraag over waarom ze in bepaalde landen de deals maken. Ja, de vraag was net ook van waarom GroenLinks, hè, of van Bert. Uit de formatie is gestapt. En waar wij het net even een pauze over hadden, is dat de tekst die de informateur had voorgelegd, waarin dan staat van, Turkije-deal is dan van deze kant bekeken een groot succes, want er komen nu veel minder asielzoekers naar Nederland. En zulke deals zou je ook kunnen maken met Noord-Afrikaanse landen, of dat wat wordt voorgesteld, dat stond in de tekst. En daarbij worden dan mensenrechten gerespecteerd, of zouden mensenrechten gerespecteerd moeten worden. Maar als je kijkt naar bepaalde landen, hè, Tom zei net al Libië, dus dat ga ik niet herhalen, maar hier pak ik een ander land, Egypte. Er worden mensenrechten op grote schaal en steeds erger geschonden. Wat ik net zei, 60.000 politieke gevangenen op zijn minst. Verdwijnen continu jongeren. Er worden mensen doodgemarteld. Er zijn heel veel Egyptische mensen die zijn naar het buitenland gevlucht. Naar allerlei landen. Ook niet eens per boot, maar gewoon per vliegtuig. In Turkije zit er alleen al 4.000-5.000. In Istanbul bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de track record van de Egyptische politie en de Egyptische leger. Nou, ik ben zelf ook uit Egypte gevlucht trouwens. Maar als je kijkt naar de track record, ja, dan je was veroordeeld, hè? Ik heb voor een half uurtje kopje koffie met één journalist van Al Jazeera Engels ben ik op een terreurlijst gezet. Heb ik 10 jaar gekregen. Zo gaat het in Egypte. Ze doen geen onderzoek. Ze wisten ook verder helemaal niet wie ik was. En de naam had ze fout, enzovoort, enzovoort. Maar goed, dus Egypte is gewoon een bloedlink land. Als je per ongeluk de pineut bent. En ik zie geen enkele garantie in al die jaren wat ik zie van het Egyptische regime. Of je nou vooral Sisi, maar ook daarvoor Morsi en ook daarvoor Mubarak. Zie ik geen enkele garantie in dat de mensenrechten worden gerespecteerd. Dus als jij zo'n deal wilt sluiten, oké. Maar ga dan niet opschrijven dat je een deal kan maken waarin mensenrechten worden gerespecteerd. Want dat is gewoon niet zo. Oké, heb jij er wat op te zeggen? Nou, ik heb er niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Klopt allemaal. Ik ben er heel verbaasd over dat het. Het ligt zo voor. Als je het zo hoort, dan denk je van ja, dat doe je toch niet. Maar dat doe je dus kennelijk wel. En dat is iets waar ik maar heel moeilijk aan kan wennen. Dat je. Inderdaad, nou ja, ik ga er niet helemaal herhalen wat Rena net zei. Maar er zijn natuurlijk daar. Het is niet alleen in Egypte, maar een heleboel andere landen waar het mensenrechten helemaal niet gerespecteerd worden. En waar je voor je fatsoen mensen niet aan het regime wil overleveren. Of dat nou vluchtelingen zijn die uit de oorlog voor Syrië weglopen. Of omdat het in Mali of Senegal allemaal niet zo leuk is. Dat hoort dan eigenlijk niet uit te maken, denk ik. En je ziet, wat me heel erg stoort is, en dat is nu al jaren aan de gang. Is dat, bijvoorbeeld Syriërs is een heel makkelijk voorbeeld. Als die hier in Nederland komen en ze zijn op de vlucht voor de oorlog, dan krijgen ze asiel. Dat is bijna een hamerstuk. Dat wordt ook binnen heel korte tijd door de IND afgewerkt. Die doen verder heel weinig onderzoek. Want iedereen weet dat in Syrië het niet zo is dat je daar een veilig leven kunt leiden. Dus dat is helemaal nooit, staat helemaal niet ter discussie. Maar vervolgens werpen we dus allerlei barricades op. Van nou, je krijgt dan hier dan wel asiel, maar zie maar eens dat je hier komt. En dat maken we een soort hindernisloop van. En die obstakels die in de weg worden gelegd van die vluchtelingen die hier naartoe willen, die worden steeds hoger. En eerst was het nog vrij makkelijk. Kon je naar Griekenland met een bootje en dan wandelde je de Balkan over. Dat heb ik zelf gedaan. En dan kwam je uiteindelijk in Duitsland of in Nederland of in Frankrijk of België terecht.
En nu is dat al helemaal niet meer mogelijk, want overal staan grote hekken met prikkeldraad. En ja, nu zijn de plannen dus weer om die mensen dan maar in Libië te houden, of in Soedan, of in Egypte. En het onder nog erger omstandigheden. In de regio. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een enorme een soort fabel dat dat kan. Je hoeft alleen maar in Libanon even rond te kijken. Om te zien wat voor enorme chaos dat wordt als je al die mensen in de regio gaat opvangen en daar verder niks aan doet. Het kwart van de bevolking in Libanon is vluchteling. En dat land kan het helemaal niet aan. En je veroorzaakt daar alleen nog maar meer problemen mee. Want als Libanon, als het daar onrustig wordt en dat land kiept ook om, dan hebben we nog veel groter probleem met onze opvang in de regio. Dus het lijkt wel alsof er, wat Ton ook zei, het wordt steeds verder voor ons uitgeschoven. En nou, dan bouwen we nog maar een muur ergens, of een hek, of een verdrag, of een deal, of weet ik veel wat. En dan kan het misschien wel weer 2 jaar verder op die manier. En dat is helemaal niet structureel. Het is helemaal niet duurzaam. Geen duurzame oplossing. Leeft het ook niet het gevaar op dat op een gegeven ogenblik, als je zo grote groepen van mensen geconcentreerd hebt, dat mensen niet meer pik en de boel gaan omver lopen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat het mij enorm verbaast hoe goed het eigenlijk gaat in de opvang van vluchtelingen. Vooral hier in het Westen. Dat mensen zo op elkaar gepakt zitten. En nou, een paar jaar geleden was het natuurlijk, elke gymzaal in Duitsland zat vol. En er wordt dan wel eens wat, als er 1 keer iets gebeurt, dan staat de kranten meteen helemaal vol. En dan draait weer duk over uren om er allemaal over te berichten hoe erg het allemaal wel niet is met die asielzoekers. Maar het opvallende is dat er eigenlijk zo weinig misgaat. En dat mensen zich toch zo rustig houden en proberen de taal te leren en dingen te doen. En dat gevoel heb ik ook een beetje met de reactie hier in het Westen op de vluchtelingen. Dat wat heel veel aandacht krijgt is allemaal de demonstratie tegen asielzoekers en dan tegen de moslims. En Thierry Baudet schijnt ook elke andere week bij Jinek aan tafel te moeten zitten en zo. Als hij geen piano speelt. Nou, terwijl de realiteit is, je noemde net even die stichting van Fearless Legers die naar Calais gaat, dat er ontzettend veel vrijwilligers zijn die helpen in die opvang. Die helpen met mensen de taal te leren, die allerlei dingen doen. Er is zelfs een club die wil mensen uit Griekenland hier naartoe gaan halen met auto's. En dat is echt de meerderheid. Maar dat zou je niet zeggen als je naar de politiek luistert of ziet wat daarvan in de media terechtkomt. Maar ja, dat is weer een ander vraagstuk, de media. Want vandaag hoor je weer dat een heleboel goede programma's, dat weer minder gaat worden. Dus je krijgt die media, die hebben op een gegeven ogenblik ook maar 1 kleur. Een rechtse kleur. En die gooit enkel maar hun ideeën in on-air. En er komt niet echt meer wat structureels uit van de kant van de mensen die helpen. Die willen helpen. Ja. Ik geloof dat het zo erg nog niet, dat het zo erg niet is, om eerlijk te zijn. Maar als ik zie dat onderzoeksprogramma's inderdaad worden gehalveerd en zo, dat is natuurlijk geen positieve ontwikkeling. Sowieso dat heel veel nieuws. Ik weet van collega's bij het NOS-journaal dat het gewoon enorm snel moet. Men concurreert haast tegen Twitter en dat is niet te doen, denk ik. En dat je wat meer achtergrond zou willen. Tenminste, ik, maar goed. Ik weet niet of dat voor de meerderheid van de Nederlanders geldt natuurlijk, maar gewoon een beetje meer achtergrond. Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel, want als je vandaag ook zag op Twitter, dat een heleboel mensen, die gaan erover tekeer, dat men dan die onderzoeksprogramma's weer wil inkorten. En die vinden dat niet goed, want je weet dan niets. Je weet enkel maar wat die blaadjes schrijven, zeg maar. Ja, lijkt mij. Nou, je ziet wel dat initiatieven buiten de publieke omroep of de grote gevestigde kranten om, die zich richten op achtergrond, meer onderzoek, dat die het eigenlijk heel goed doen. Zoals De Correspondent bijvoorbeeld is een goed voorbeeld van iets wat uit het niets begon. Die doen eigenlijk alleen maar, die zitten niet bovenop de actualiteit, wat ook wel eens heel prettig is. En dat gaat eigenlijk heel goed. En dat zie je met wel meer van dat soort, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland heb je, er is bijvoorbeeld een tijdschrift in Engeland, dat komt 1 keer per half jaar uit. En die hebben grote, lange verhalen. Sorry. En dat loopt storm. En die gaan eigenlijk pas naar een nieuws. Hoe noem je dat? Een plek toe waar een grote gebeurtenis is geweest. Als iedereen alweer weg is. En dus daar is wel degelijk echt wel behoefte aan. Alleen heb ik af en toe het idee dat ze dat in Hilversum niet helemaal begrijpen.
Want ik denk niet dat het heel veel rechtser wordt, maar het wordt wel heel veel braver. Het wordt steeds aangeharkter, heb ik het idee. Met name bij de publieke omroep. En dat was eerst bij de televisie. En dat is nu op de radio ook aan het gebeuren. Maar ja, je ziet geen verschil meer bijna tussen de NPO dan, op een paar goede programma's na, of de commerciële zenders. Maar goed, dat is weer een ander. We gaan even terug naar het onderwerp. Ja, dat hoort er toch ook bij. Okay, maar ik kan wel een bruggetje voor je maken. Dit is kennis van nou, mij. Nou, maak een brug. Ik zit bij de coöperatie, heet dat. Dat is een groep van journalisten die samenwerken op een aantal gebieden. En een van de initiatieven die daar recentelijk is genomen is om een publicatie op te starten speciaal voor en door vluchtelingen. Dus voor zover ze dat nodig hebben, train ze in journalistieke vaardigheden. En dan moeten ze gewoon verhalen gaan schrijven. En die worden dan gepubliceerd. En die kunnen via Blendl door mensen gekocht worden. En dat soort dingen. Ik heb besloten om mijn energie wat meer te steken in het steunen van dat soort dingen. Dan in het klagen over de omroepen en de bladen. En want het heeft toch allemaal niet zoveel zin. Ja. Nou, we hebben nog een heleboel. We gaan ook nog naar Egypte. En we gaan ook nog even kijken. Laten we eerst nu even naar Calais gaan. Ik blijf even bij jou. Je bent in Calais onlangs geweest met Veerle. Kan je daar wat over vertellen? Nou, dat was eigenlijk maar een halve dag dat ik er geweest ben. We gingen daar naartoe met een aantal bestelauto's, busjes. Vol met sla en een wasmachine en nog een heleboel andere spullen die ik niet meer precies weet. Er was daar een heel groot kamp, een soort onofficieel vluchtelingenkamp. Dat heette de Jungle. Nou, dat weten de meeste mensen wel. Dat is op een gegeven moment ontruimd. Als je naar die plek gaat waar dat was, er is helemaal niets meer van te zien. Het is één grote zandvlakte. En als je daar naartoe gaat, dan staat er wel meteen politie te kijken wat je daar aan het doen bent. Want ze zijn ook als de dood dat mensen weer opnieuw dingen gaan bouwen daar. Dus het is heel veel politie. En een gedeelte van de mensen die daar woonden zwerft daar nog steeds rond. Er was daar we kwamen op een gegeven moment op een soort braakliggend stuk terrein aan de rand van een industriegebied. En zo'n bedrijventerrein. En daar waren een stuk of 100 mensen die sliepen daar gewoon. En die, er was verder helemaal niks. Er stond ergens één container. Nou, daar hadden ze dan een moeder met een baby in gestopt, zodat die tenminste nog wel een soort dak boven haar hoofd had. En de rest lag daar gewoon in het gras. En twee straten verder stond de politie met een soort wegversperring om te zorgen dat er geen mensen heen konden. Dus daar moesten we helemaal omheen rijden. En die mensen, er waren erbij. Ik heb er een aantal geïnterviewd, die zaten daar al een jaar. En ze probeerden dan op die trein te komen naar, of op een vrachtauto, naar Engeland toe. En dat lukt dan niet, want dat is heel moeilijk geworden. Het is heel gevaarlijk om die spoorbaan staan, een soort, een beetje wat Trump zich voorstelt bij die muur. Dat staat daar dus allemaal al. En dus het is vrij uitzichtloos wat daar gebeurt. En de burgemeester van Calais wil ook niet dat er hulp geboden wordt. Dus wij gingen met al die spullen naar één organisatie toe. Die hebben daar een gigantische loods. En die koken daar 1500 maaltijden per dag. En die worden dan uitgedeeld. En een van die mensen die daar werkte, die vertelde me ook dat ze mogen dan een half uurtje op één plek maaltijden uitdelen. En dan moeten ze weer weg. Want anders wordt het te vast. Dus ze willen niet dat daar iets geïnstitutionaliseerd wordt in de vorm van hulpverlening of onderdak. Zodat er meerdere komen. Ja, omdat ze niet willen dat er weer zo'n kamp ontstaat. En de burgemeester van Duinkerke heeft me laten vertellen, daar zijn we niet geweest trouwens, maar heeft me laten vertellen, die is wat positiever tegenover vluchtelingen. Maar ja, daar gaat die trein weer niet. Dus daar hebben ze niet zoveel aan om daar te zitten. Want ze willen allemaal naar Engeland, omdat ze daar, vaak mogen ze ook legaal in Engeland zijn. Dus ze hebben daar familie, of ze vallen al onder een of andere deal, of zijn minderjarig en zouden opgevangen moeten worden. En dat gebeurt dus gewoon niet. En de directe aanleiding dat ik daar was, omdat ik gevraagd werd om mee te gaan. Maar ik wil ook de komende tijd wat meer onderzoek gaan doen. Dat zullen mensen zich misschien herinneren, dat er ongeveer een jaar geleden nogal wat te doen was over het feit dat er 10.000 kinderen zoek zijn in Europa. Ja. Die zijn ooit aangekomen in Griekenland of in Italië. De meeste in Italië zijn geregistreerd en zijn op een gegeven moment wel ergens een keer opgevangen geweest. Maar daar weten we niet van waar ze zijn. Een groot gedeelte heb ik me laten vertellen. Ik heb gesproken met mensen van Save the Children. En ik ga nog praten met iemand van Europol.
is in Calais terechtgekomen. En daar weten we ook niet precies van waar ze zijn. Omdat dat hele kamp natuurlijk uit elkaar geslagen is. Maar er zitten er ook een heleboel werken illegaal op de markt in Italië. Of in autoreparatiebedrijfjes. Of, dus je hebt kinderarbeid. Er zijn een heleboel Nigeriaanse meiden is van bekend. Dat ze bijna allemaal in de prostitutie terechtkomen. Er werd mij ook verteld over orgaanhandel. En het is echt van de gekke. Denk ik dat wij hier het hebben over deals met Libië en Soedan en Egypte. Terwijl we niet eens weten waar... We zijn gewoon 10.000 kinderen kwijt. In Europa. En in Europa. Want ik dacht, nou, dat is een jaar geleden. Misschien dat er intussen wel iets is gedaan of opgelost. Of dat we inmiddels een soort methode hebben om de nieuwe kinderen die hierheen komen te volgen. Maar er is gewoon helemaal niks. We weten nog steeds niet. En er komen er alleen maar meer bij. Want het is niet misselijk wat er allemaal nu de Middellandse Zee oversteekt vanuit Libië. Dus ik wil de komende tijd, en daar was dit een begin van, het bezoek aan Calais, wel gaan kijken of ik daar wat meer over te weten kan komen, wat er met die kinderen gebeurt. En buiten die kinderen om, is er ook medische verzorging of is er echt helemaal niet? Nee, er zijn wel wat mensen die dan op vrijwillige basis af en toe wat doen, maar het is allemaal heel incidenteel, er is niks echt geregeld. Dus je hebt vrijwilligers uit Engeland veel. Die koken dan, dus die zorgen voor eten. En dan heb je een hele aardige Afrikaanse meneer en die heeft daar een soort wasmachine toestand. En die wast dan kleding voor de vluchtelingen. En dan is er ook nog wel ergens iemand die af en toe een keer dokter speelt. Inwoners. Ja, of mensen ook van buiten die daar komen. Maar er is natuurlijk niks geregeld. Dus als het is heel makkelijk, dat kun je zo zien daar. Als mensen een ongeluk krijgen of echt ziek worden of... In de problemen komen, dan gaan ze dood of dan besmetten ze anderen of je weet niet wat er dan gebeurt. En daarom vragen we mensen om sponsor te zijn van de mensen die gaan lopen voor de nacht van de vluchteling. Rena, ik zie jou. Ja, ik wil nog even aanhaken op wat Okke zei. Ik ben ook 2 keer in Calais geweest en ik was ook op zoek naar kinderen, heel specifiek. En ik heb met Soedanese tieners gesproken, omdat ik Arabisch met ze kan spreken. We hebben geen tolken nodig. Er waren jongens van 14, 15, doodsbang. En jongens zat de hele tijd te trillen. Een beetje verschillende verhalen. De een, je weet niet, ik kon het niet natrekken in Soedan. Hè, maar wat ze zeiden, de een was door zijn vader naar Egypte gebracht. En die was via Alexandrië dan gegaan. En hij zei, ik werd geslagen. Ergens bij Alexandrië werd ik de hele tijd geslagen met stokken. Dus vertelde hij die. En nou, ik kreeg de indruk dat ze wel oprecht waren. Maar goed, nogmaals, ik kon het niet verifiëren. Andere jongen was via Soedan dan. Die had een probleem. Die had met een politieagent aan de stok gekregen. En vertelde hij dan. En die was ook door zijn vader het land uitgezet. Die kwam via Libië. En daar heeft hij in kampen gezeten en hij zegt, nou, wat ik daar heb meegemaakt, daar kan ik niet over praten. Calais is één groot paradijs voor mij, vergeleken bij Libië. En toen was hij in Benghazi gekomen, noorden van Libië, noordoosten. En daar moest hij dan werken, maar hij kreeg geen geld, maar hij moest wel werken. En toen hebben andere Soedanese volwassenen, die hebben hem ontdekt. En die hebben gezegd, kom met ons mee naar Europa. En die hebben hem toen onder de hoede genomen mee naar Europa. Maar uiteindelijk dan is hij in Calais terechtgekomen. Maar ik trof daar ook 2 jongetjes uit. Eén jongetje uit Irak aan. Die zat daar met zijn broertje. Maar zijn broertje was net 2 weken geleden naar Engeland. Was hem gelukt naar Engeland gegaan. Die jongen was op een jaar 15. Kwam uit Mosul. En hij was samen met zijn broertje gevlucht. Want ISIS stond aan de deur eigenlijk om hun te pakken thuis. Ja. Dat is tenminste zijn verhaal. En hij zei, toen we net in Europa aankwamen, toen hoorden we dat onze oom Groot-Brittannië had bereikt. Dus wij hebben toen besloten, we hebben onze plannen veranderd om ook naar onze oom te gaan. En daarom zaten ze dan in Calais. Maar zijn broertje was dus van die een jaar ouder was het dus daar. En hij zat nog in Calais. En die jongens waren natuurlijk ook heel bang. Die beschermden elkaar. En die tieners zaten bij elkaar. En ze zeiden, we zijn zo bang. 'S Nachts dan komen Afghaanse bendes komen ons aanvallen. En mensen zijn dronken. En ja, dat soort verhalen. Nog. En dat was nu ook nog. Maar dat zijn gewoon een paar verhalen van wat ik heb opgevangen van minors, zeg maar. Minderjarigen die dan... Ze vertelden ook allemaal over... Er zijn er ook een soort maffia-achtige structuur. In heel Europa trouwens. Ik bedoel, je hoeft maar naar het treinstation in Milaan te gaan. Dat is een soort openluchtbeurs voor mensensmokkelaars daar. Ik ga jullie even afbreken. Ik geef nog heel even Ton het woord. En daarna gaan we eruit voor een kopje koffie. Ja, wat ik nog kort wou zeggen is dat het is wel echt nodig dat Europa zijn grenzen versterkt.
Nee. En nu, nog steeds, inderdaad wat Okke zegt, nog steeds komen er boten naar Europa waar op minderjarigen zitten, die op geen enkele manier opgevangen worden en verdwijnen. Dus het is ontzettend nodig dat Europa die grenswachten heeft. Dat Europa weet, dat Italië weet, Griekenland weet. Wie komen naar binnen en wat moeten we vervolgens doen? Het is een onhoudbare situatie dat Europa nu aan NGO's overlaat om mensen van boten te redden. Absoluut. Dat moet Europa zelf gaan doen en vervolgens de adequate actie nemen. Meisjes van 14 die uit Nigeria komen, moeten terug naar Nigeria. Die moeten niet verder Europa in. Waar? Ik kan niks anders zeggen. Het is heel verdrietig. We sluiten nu even af en wij gaan even weg. Yes, yes, yes. We zijn zo terug. Ik heb natuurlijk van verschillende artiesten nog nummers hier staan. Die altijd hun muziek inzenden. Joint Radio. We zijn zo terug. Joint Radio. Yeah, 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 yeah. Joint Radio. En voordat ik terugspring naar de Joint Politics moet ik melden. Aankomende zaterdag Amstelpark. Mushi Mushi. Wat houdt Mushi Mushi in? Japans cultureel. Anime, manga, maar je moet ook denken aan dingen zoals taiko drums, sake tasting. Kortom, heb je honger, trek in Japanse shit, ga daarheen. Hou je van anime en manga, ga daarheen. Zo simpel is het. Maar dan geef ik nu het woord aan Anaïs. Zo, weer terug en ik kom ook nog even met een mededeling. Dus er gaan 5000 mensen gaan lopen voor de Stichting Vluchteling. Voor de Nacht van de Vluchteling. Ja, mag ik nog even aanvullen? Want ja, we zijn er best trots op namelijk dat er dit keer 5000 mensen lopen. En het is ook in 3 plaatsen. Dus we zijn 7 jaar geleden begonnen. Toen was het alleen 's nachts van Rotterdam naar Den Haag, 40 kilometer. Vorig jaar is er Nijmegen-Arnhem bijgekomen. En dit jaar wordt er ook in Amsterdam gelopen. Start is in de Westergasfabriek. En de finish is ook weer in de Westergasfabriek. Start is overal in alle 3 de plaatsen om 12 uur 's nachts of 12 uur 's avonds. En er lopen dus 5000 mensen mee. Vorig jaar was de opbrengst meer dan 1 miljoen euro... die we allemaal voor vluchtelingen besteed hebben. Met name in Afrikaanse landen. En we hopen dat dit jaar de opbrengst nog hoger zal zijn. Want het zijn sponsorlopen. Dus de mensen die lopen niet alleen 40 kilometer... maar die laten zich daar ook voor sponsoren. En dan heb ik een paar hele goeie voor jullie. Mirjam Planten. Esther van Dijken. Arno-Jan Boeren. En Ina Dijsselbergen. En die gaan allemaal lopen. En als jullie nou deze mensen ook even opzoeken en hun even sponsoren, dan zijn we allemaal heel gelukkig. En we gaan nu over terug naar de politiek. We beginnen met Britt Borg van Mauro's Kinderen. Er zijn nu 4000 van de 7000 plaatsen open in Nederland. Los daarvan, en dat is mijn punt, Syrische vluchtelingen komen aan in Griekenland. En een deel heeft daar status gekregen. Dat wil zeggen recht op voorzieningen. In werkelijkheid is er geen plek meer en mensen trekken dus door, onder andere naar Nederland. Nederland stuurt Syrische gezinnen mensen terug vanwege het feit dat ze daar status hebben. Lekker geruststellend voor ons. De werkelijkheid is anders. En ik vind het niet kunnen dat mensen die hier in een AZC gezeten hebben, dadelijk daar in de winter in kampen zitten. Ik gooi hem in de groep. Wie? Ja, ze heeft helemaal gelijk. Dat is zo niet. Ik dacht ook, tenminste, dat was een tijdje geleden zo, dat er geen mensen teruggestuurd werden naar Griekenland. Ook al waren ze daar al geregistreerd. Dat is dat zogeheten Dublin-akkoord. Dat je in het eerste land van aankomst in Europa je moet registreren en asiel moet aanvragen. Nou, dat is al een hele tijd geleden voor Griekenland een soort van buitenwerking gesteld, omdat de Europese Hof had besloten dat Griekenland niet een adequate procedure heeft om asielzoekers de aanvragen te behandelen en die mensen ook op te vangen. Dus mensen die in Griekenland waren aangekomen, die werden eigenlijk in Duitsland, Nederland en alle andere landen waar ze dan uiteindelijk naartoe willen, toch opgenomen en werd de aanvraag toch in behandeling genomen. Dus ik ben een beetje verbaasd dat dat nu kennelijk niet meer zo is. Ik weet ook niet of een van jullie daar meer over weet. Dit was Okke Ornstein. Rena Netjes of Ton Huizer. Hebben jullie aan? Ik durf het niet zeker te zeggen. Inderdaad was Griekenland door het Europees Hof niet tot een land verklaard of tot een land verklaard waar je vluchtelingen niet naartoe terug kon sturen. En of dat nu veranderd is. Ja. Ik weet dat de vluchtelingen teruggestuurd die we eerst in zijn, die eerst in Duitsland geregistreerd waren en toen in Nederland kwamen, die zijn weer teruggestuurd naar Duitsland. Dat soort gevallen zijn er geweest en die hebben ook de krant gehaald. Hoe het met Griekenland zit,
Ik durf het niet te zeggen. Nou, volgens Britt Borg schijnt het nu weer te gebeuren. En ik ga over naar Rena. Wat heb jij? Nee, om eerlijk te zijn is dit onderwerp mij niet bekend. Zeg. Nou, ja. Er werd mij dus verteld dat het gezinnen met kinderen zijn. En die worden nu vanuit AZC's teruggestuurd naar de koude in Griekenland. De winter komt eraan straks weer. En dan zitten die mensen daar. Dus ik denk, het schijnt nogal goed bewaard geheim te zijn in de Nederlandse publiciteit. En hierover later dan meer. Want ik denk dat we hier verder niet uitkomen. Nou, als dat zo is, dan is het inderdaad wel zaak dat een van ons hiermee aan de slag gaat. Want het is ook nog zo dat Nederland niet de afspraken nakomt van mensen uit Griekenland hier hervestigen. Dus dat is een beetje de omgekeerde wereld. Dat we wel mensen terugsturen naar Griekenland en dan... Ik weet niet uit mijn hoofd de getallen, maar wij nemen bij lange na niet op, dat weet ik wel zeker, van wat we eigenlijk afgesproken hebben met die Turkije-deal. Oké, nou, hier hoort u vast nog wel meer van. Dan gaan we over naar Maurice Heremans. Turkije is op dit moment een land waar veel vluchtelingen worden opgevangen. We zien dat dit land onder Erdogan langzamerhand uitgegroeid is tot een dictatuur, waarbij mensenrechten constant worden geschonden. We zouden daarom wellicht afscheid kunnen nemen van samenwerking met Turkije. De vraag die dan oprijst is, in hoeverre zijn er werkbare alternatieven voor Turkije? Wie wil hem? Ik wil wel beginnen. Ik denk we heel voorzichtig moeten zijn om samenwerking met Turkije op te zeggen. Turkije heeft vanaf het allereerste begin van het toen het conflict begon, hebben ze vluchtelingen opgevangen. Doen dat nog steeds. Doen dat in grote getalen. Doen dat in 3 miljoen. En natuurlijk is er op die opvang wat af te dingen. Kinderarbeid. Kinderen die niet naar school gaan. Dus de vluchtelingen die tegengehouden worden. Die Syrië uit willen. Sommige vluchtelingen. Er zijn rapporten over dat de vluchtelingen teruggestuurd worden. Dus er is echt veel te zeggen. Wel op wat er in Turkije gebeurt. Maar we mogen niet zomaar vergeten dat Turkije 3 miljoen mensen uit Syrië opvangt. En daar gaat ook wel veel goed bij. Dus laten we voorzichtig zijn met roepen dat het nu dat Turkije het allemaal helemaal verkeerd doet. Dat zal niet makkelijk zijn om een alternatief voor die 3 miljoen mensen te vinden. Maar is onderhand de toestand dan niet veranderd? Want die afspraken zijn gemaakt met een Erdogan die een heel andere insteek had, zoals dat hij dat nu heeft. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat we dat dan wel heel goed moeten onderzoeken. Ik denk sowieso handig en goed zou zijn als we meer weten over wat er precies in Turkije gebeurt. Ook als we meer weten over wat er precies met die 6 miljard die de Europese Unie toegezegd heeft aan Turkije in die Turkije-deal, wat er nou precies voor gebeurt en wat het effect daarvan is. Dus er is een hoop uit te zoeken en te monitoren. Maar ik denk, totdat we dat gedaan hebben, denk ik dat we even ook moeten erkennen wat Turkije allemaal wel doet. Afwachten. Ja. Jij bent daarmee eens. Ja, ik ben een paar keer in Turkije geweest. Ook bij kampen. En trouwens, de meerderheid zit niet in kampen van de Syriërs. Ik ben in Kilis en Gaziantep geweest. En Karkamish, dat is allemaal tegen de Syrische grens aan boven Aleppo. En ik ben het helemaal mee eens wat Tom net zegt. Turkije heeft in haar eentje meer vluchtelingen opgevangen dan de hele Europese Unie, 28 landen of nu 27 landen met de Brexit, zeg maar, bij elkaar. En als je Syriërs hoort, natuurlijk is het lang niet voor iedereen perfect. Maar ze zijn Turkije enorm dankbaar. En laten we ook niet vergeten dat Turkije altijd heeft gepleit voor een no-fly zone boven Noord-Syrië. Maar de Amerikanen wilden dat niet omdat het te duur was. Ik weet niet precies. Maar Turkije heeft denk ik toch het meest ingezet voor Syrische vluchtelingen. Ondanks dat er intern natuurlijk van alles op het land is aan te merken. Of heel veel is aan te merken. Ik zag bijvoorbeeld ook, ik spring wel een beetje van de hak op de tak, maar ik zag bijvoorbeeld ook vanuit Kilis, dat is dan aan de grens boven Aleppo. Daar staan enorme gaarkeukens, die gaan elke dag Syrië in. En Turkije heeft de grens met Syrië gesloten, alleen gewonden. En gewonde vrije Syrische legerstrijders komen er nog uit.
Maar die kampen die daar in Noord-Syrië zitten, op de grens met Turkije. Want die kampen zitten daar omdat mensen dachten van, nou, Assad en Rusland durven niet op de grens met Turkije te bombarderen. Want misschien gaat er een bom Turkije in en dat is een NAVO-land. Dan heb je helemaal, dan heb je toch wel een probleem. Dan heb je wel een probleem. Dus op die grens zitten allemaal kampen, zeg maar officiële en onofficiële. Honderdduizenden mensen zitten daar. Terwijl ook iets verderop bij Idlib, ook aan de grens met Turkije, dat is die tweede grensovergang waar dan gewonden nog wel uit kunnen komen. Daar ook. En in Zuid-Turkije zitten allemaal Syrische artsen ook, teams die elke dag die kampen ingaan. Die elke dag medische hulp bieden. En als je ziet wat er daar vanuit Kilis en Gaziantep gebeurt richting Noord-Syrië. Nou, daar heb ik wel ontzag voor. Als je kijkt hoeveel maaltijden de Syrië ingaan. Die mensen in die kampen waar geen schoon water is in aantal en waar geen elektriciteit is, die zouden denk ik niet kunnen overleven. De artsen zeggen, er zijn te weinig maaltijden die binnenkomen. Maar de maaltijden worden gedeeld. En nou ja, mensen kunnen zo toch het overleven. Er zitten mensen uit heel Syrië daar, die daar zich dan toch veilig voelen. En nog één opmerking. Ik denk dat Turkije ook daarom, of onder andere ook daarom, Noord-Syrië is ingegaan. Natuurlijk ook om te voorkomen dat de Koerden die hele strook zouden pakken. Maar om een soort veilige zone te creëren. Zodat mensen ook vanuit Turkije, want Turkije kan natuurlijk ook moeilijk aan. Die 3 miljoen of misschien wel 3,5 miljoen met Irakis erbij en zo. Om die allemaal verder te helpen. Zodat Syriërs, en dat gebeurt nu ook weer terug kunnen keren naar die plaatsen in Noord-Syrië waar ze vandaan komen. Dat gebeurt nu ook. Oké, okay, ja. Maar dan heb ik toch één opmerking. Ja. En ik ben gewoon vervelend, dat weet ik. Maar stel je voor, de toestand nu met Turkije is heel erg veranderd. Erdogan die is eigenlijk zelf een beetje aan het escaleren. Nou zeg je, we moeten geen deals maken, Europa, met bepaalde oorlogsmisdadigers of dictators. Maar doe je dat dan eigenlijk ook niet met Turkije een beetje? Nou, in de eerste plaats is degene die de Turkije-deal heeft ontworpen, die zegt van, of die is nu tegen. Hè? Kijk, we moeten met z'n allen wel wat doen. Ik ben ook niet een voorstander uitgesproken van die Turkije-deal, maar ik snap wel dat we met z'n allen moeten nadenken dat we niet onbeperkt vluchtelingen hier naartoe kunnen laten komen. Dat begrijp ik ook. Maar dat gezegd hebbende, Turkije is, met alles wat er mis is, nog niet te vergelijken met die Noord-Afrikaanse landen. En ik denk dat dat landen zoals Soedan en Egypte, dat je die dictators, die juist vluchtelingen creëren, maar ja, dat begint nu ook met Turkije te komen, ja. Dat ben ik wel met je eens, dat je die niet nog weer moet gaan steunen, verder in het zadel te helpen door heel veel geld te geven. Maar nogmaals, ik denk dat er totaal geen politieke steun zou zijn te vinden om die 3,5 miljoen Syriërs in Europa binnen te laten. Dus het is nu zoals het is. Ideaal is het zeker niet. Maar je zou als Nederland in ieder geval wel aan de afspraken moeten houden die dan in die Turkije-deal zitten. Dat je dan wel de mensen opneemt wat je hebt toegezegd. En dat doen ze niet. En dat doet Nederland niet en dat doen heel veel andere landen niet. Dus ik zou daar dan ook maar eens beginnen. Maar het is een hele goede vraag, zeker. Dan gaan we even door met Esther van Dijken. Waarom nog steeds gebieden zoals Baghdad aangemerkt worden als veilig? Oh, die had ik net gehad. Wacht even. Ik ga wat anders doen. Ik ga vragen aan Okke. Ja. Wil jij wat vertellen over de reis die jij gemaakt hebt door Europa? Ja, daar wil ik wel wat over vertellen. Ja, doe dat maar. Ik ben, dat kwam eigenlijk door, ik ben in 2013 met de kerst, ben ik meegevlogen met de eerste Europese hulpvlucht met hulpgoederen die vanuit Nederland vertrok naar Damascus. Om daar voor Syriërs, je hebt de vluchtelingen die wij hier allemaal meemaken, maar je hebt natuurlijk binnen Syrië ontzettend veel vluchtelingen. Internally displaced persons heet dat. En daar is helemaal geen opvang voor. En voornamelijk de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland had bedacht, daar moeten we iets aan doen. En die zijn toen een actie gestart, Help Syrië de winter door. En daar hoorde ik van. En ik ben er naartoe gegaan en toen vertelden ze mij dat ze een vliegtuig hadden gehuurd en dat ze toestemming hadden gekregen van de regering van Assad
om met dat vliegtuig ook in Damascus te landen. En dan van daaruit die hulpgoederen, dus dat was eten, kachels, jassen, nou, noem het allemaal maar op. Te distribueren over de verschillende plekken waar die vluchtelingen zijn. Dat was niet alleen maar in regeringsgebied, maar ik ben later nog een keer geweest. Toen zijn we ook in Free Syrian Army, rebellengebied geweest. En we hebben ons toen geprobeerd te concentreren op een gedeelte van Damascus, dat heet Yarmouk. Dat was vroeger een Palestijns vluchtelingenkamp. Dat is helemaal kapotgeschoten. En dat werd omsingeld door Assad en een aantal van zijn handlangers. En de mensen daarbinnen die werden eigenlijk gewoon uitgehongerd. En de eis van Assad was dat de rebellen gaan daar weg en dan pas mag er hulp in. Nou, daar hebben we geprobeerd om te onderhandelen zodat daar toch hulp naartoe kon. Dat is uiteindelijk ook gelukt. En dat trucje hebben we later, anderhalf jaar later, nog een keer herhaald daar. Dat was een initiatief dat geheel onopgemerkt aan de Nederlandse media is voorbijgegaan. Behalve dan aan mij en nog iemand van de VPRO. Ik ben toen meegevlogen met dat vrachtvliegtuig. Een oud rammelend Oekraïens toestel. En dat zat helemaal vol met allemaal spullen. En ze waren bang dat ze niet genoeg spullen zouden hebben om dat vliegtuig te vullen. Maar uiteindelijk moesten er nog een paar containers met de boot naar Beirut achteraan om het allemaal daar te krijgen. En dat was, ik dacht toen al dat dit conflict, dat was 2013 en toen had je ISIS nog helemaal niet. Dat was toen nog een heel klein groepje waarvan Obama toen ook zei van ja, daar hoeven we helemaal geen acht op te slaan. Dat stelt helemaal niks voor, want al-Nusra was toen het grote gevaar. En dus over die tijd hebben we het. En ik dacht toen al van nou, dat gaat nog helemaal niet zo snel opgelost worden hier. En er waren toen al miljoenen mensen in Syrië zelf op de vlucht. Van en naar allerlei gebieden. En dat zag je ook. Je zag ook Palestijnen. Dat Yarmouk, dat was een Palestijnse wijk. Dat mensen daar vandaan gevlucht waren naar weer andere Palestijnse kampen. En buiten de stad waar we dan ook naartoe zijn geweest. En het was echt afschuwelijk wat je daar allemaal zag. Mensen bivakkeerden ook in parkeergarages onder gebouwen die niet waren afgebouwd of die kapotgeschoten waren. Er was echt van alles aan de hand daar. Ik ben daar toen een dag of 10 geweest. En dus dat Syrische conflict en de vluchtelingenstroom die dat op gang bracht, is me daarna ook wel bezig blijven houden. En toen in 2015 die enorme hoos op Griekenland afvoer in de rubberbootjes. Toen ben ik naar Kos gegaan voor de NTR radio. En ik heb daar een paar weken gezeten en een documentaire over gemaakt over wat daar nou precies allemaal aan de hand was. Nou, dat was niet best, om het zo maar te zeggen. Elke nacht, vroeg in de ochtend, kon je dan naar het strand daar. En daar stond een klein vuurtorentje. En één politieautootje met twee politiemannen erin. En daar kwamen dan een stuk of 10 van die bootjes aan. Met allemaal dolblije Syriërs en Afghanen en Irakezen die naar Europa vluchten. En dat kon dat eiland helemaal niet aan. En Kos was het enige eiland niet. Je had Lesbos en Chios en nog een heleboel andere plekken waar ook die mensen aankwamen. En toen ben ik teruggegaan een maand later naar Kos. En met het idee van nou, ik wil dan nu ook wel het hele de cirkel rondmaken. Dus ik heb Syrië gezien, ik heb Kos gezien. Ik wil nu met vluchtelingen mee om te weten hoe dat is. Als je die reis onderneemt helemaal naar het westen toe, naar Duitsland of Nederland. Dus ik kwam daar toen op 11 september. 16 jaar na... Leuke datum. Ik zeg het verkeerd, 14 jaar na dato. Kwam ik daar een Irakese mevrouw en haar vrienden tegen. En die kwam eigenlijk op mij af omdat ze me met een microfoon rond zag lopen. En oh, ben jij van de media? Nou, dat was ik. En die was van plan om naar Duitsland te gaan. Dat wist ze nog niet helemaal precies. Dus ik heb toen gevraagd, nou, mag ik met je meereizen? En dat was goed. En dus dat heb ik gedaan. En dat was, kan ik je vertellen, een hele tocht. Dat was net in de tijd dat... Hongarije de grens aan het sluiten was. Daar waren toen verschrikkelijke rellen aan de gang bij die grens. Dat was ook de tijd dat er was toen een vrij bekend incident met een Hongaarse cameravrouw die vluchtelingen onderuit schopte en daar dan films van ging maken. Er kwam toen dat enorme hek. En wij waren op dat moment net aangekomen in Belgrado, in Servië. En daarbij dat busstation, daar had je een soort... Ja, dat was eigenlijk een soort openluchtmarkt voor mensensmokkelaars. Die hoefden helemaal niet naar ze op zoek. Die kwamen gewoon naar ons toe.
En die boden dan hun dienst aan om mensen naar Duitsland of in ieder geval door Hongarije heen te krijgen. Nou, dat was op dat moment een beetje afgelopen. Ze beloofden het nog wel, maar als je dan een beetje doorvroeg, dan bleek wel dat dat eigenlijk niet meer kon. En we zijn toen uiteindelijk in de trein via Kroatië en Slovenië zijn we gereisd. En dat was ook nog heel gedoe, want Slovenië die waren ook helemaal verbijsterd dat ineens daar zoveel duizenden vluchtelingen door dat land heen kwamen wandelen. Dus we hebben in die trein toen ook bij de grens heel lang vastgestaan. De politie eromheen, honden en de bekende taferelen. En dat was, het was aan de ene kant heel treurig. Het was niet leuk om mensen te zien die op de vlucht zijn en die het allemaal heel zwaar hebben. En moeders alleen met kinderen, mensen die... Ik heb mensen gezien die benen kwijt waren, die uit het gifgasstadje in Syrië kwamen. Echt van alles en nog wat. En je krijgt dan heel veel van die verhalen in één keer, want je zit met een paar honderd man in zo'n trein. En het was tegelijkertijd ook wel bijzonder, omdat de saamhorigheid onderling tussen die mensen heel erg groot was. Dus ze pasten op elkaars kinderen en dan ging de een eten halen en de volgende kwam met een zak druiven en... Er werd ook enorm gehandeld en geruild met chipkaarten voor telefoons. En dan, jij kan mijn wifi wel gebruiken. En op die manier. Dus er ontstond een soort hele fluïde gemeenschap. Helemaal langs die snelweg van die vluchtelingen door Europa heen. En dat was wel heel bijzonder om mee te maken. En wat me ook erg opviel was dat een heleboel eigenlijk niet wisten waar ze nou naartoe zouden gaan. Zelfs toen we in Oostenrijk op een gegeven moment in een soort doorgangsopvangkamp zaten in een oud winkelcentrum. Ik was gewoon ook een van de vluchtelingen. Ja, je ging incognito mee. Mocht ook gewoon op de stretchertje slapen en zo en mee eten uit de gaarkeukens. En ik zag er ook wel uit als een vluchteling na een paar weken onderweg. Maar ze wisten vaak zelfs in Oostenrijk nog niet, ja, gaan we nou naar Duitsland of misschien toch naar Zweden? En dan werd er via WhatsApp weer met bekenden informatie uitgewisseld hoe de situatie aan de grens was en waar dan de opvang beter was. En dus ze trokken zich ook helemaal niks aan, want werden er dan allemaal deals gemaakt van, dan gaan wij er zoveel duizend opvangen en dan gaan wij, die gaan dan daar naartoe. En men dacht, komt wel goed. Maar dat telde eigenlijk helemaal niet. Ze hadden gewoon zelf in hun hoofd van, uiteindelijk besloten ze dan, ik ga naar Zweden, want ik wil in de IT werken of zo. En de ander die wilde dan naar Duitsland. En dus ja, dat was wel heel gek om te zien dat er een hele wereld bestond die, waarvan mensen thuis eigenlijk geen idee hebben dat die bestaat. Mm-hmm. En waar ook het contact tussen die hele stroom vluchtelingen en het niveau van de politiek, dat is helemaal verbroken. Die hebben geen contact meer met elkaar. De politiek heeft geen enkel idee wat zich daar met die vluchtelingen afspeelt. En die vluchtelingen die trekken zich eigenlijk heel weinig aan van wat die grenzen, politiek, daar hadden ze allemaal niet zoveel mee te maken. Zal allemaal wel. Ja. Dus, is jouw, even vragen, jouw perceptie van vluchtelingen daardoor ook veranderd? Nou, dat was het eigenlijk in Syrië al wel. Omdat... ik bedoel, als je daar tussen de kapotgeschoten huizen doorloopt en niet een paar, maar hele wijken die dan zijn weggevaagd, dan kan je eigenlijk niet anders dan denken dat, hier wil je natuurlijk weg. Alleen al fysiek kun je daar gewoon niet in meer wonen. Die huizen zijn kapot, dus je moet ergens naartoe. Je hoort natuurlijk ontzettend veel verhalen over de repressie van het regime van Assad. Een heleboel mensen waren ook bang omdat ze in dienst zouden moeten en dan allerlei dingen moeten doen waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Dat heel urgent is, dat probleem, dat mensen daar weg willen en ook weg moeten om te overleven, dat werd daar natuurlijk wel de eerste twee dagen al duidelijk. Logisch. Ja. Ton, heb jij hier wat op te zeggen? Zomaar in het algemeen. ik zag je luisteren en schrijven. Wij kennen natuurlijk vooral de mensen. Wat wij doen is opvang in de buurlanden. Hè. Dus mm-hmm. Als je het hebt over Syrië, dan werken wij in Libanon, Jordanië, Irak. Als je het hebt over Zuid-Soedan, dan werken we in Oeganda. Dat is wat wij doen. Hè. De opvang in de buurlanden. Dus wij komen veel in de vluchtelingenkampen. Wij komen veel in, want de meeste vluchtelingen zitten helemaal niet meer in kampen. 70% zit buiten de kampen. Die gaan naar de steden of de semi-stedelijke gebieden en proberen op een of andere manier een bestaan op te bouwen. En
Ik wou eigenlijk nog een andere... Daar zat ik aan te denken. Ik wou een andere kant laten zien. Dat, die vlucht, dat is natuurlijk iets heel erg dramatisch. Mensen moeten weg. Ja. En dat zijn hele slechte en lelijke omstandigheden. En ze moeten opgevangen worden en ze moeten bescherming krijgen. Maar daarna, die krijgen ze vaak wel in die buurlanden. Maar daarna begint eigenlijk meestal tegenwoordig een hele lange periode van niks. En heel vaak zitten mensen enorm lange tijd, 14, 15, 20 jaar, kan je vluchteling zijn. En dat betekent heel vaak geen werk. Dat betekent heel vaak dat je kinderen geen opleiding hebben. Mensen lang. En dat wordt eigenlijk steeds duidelijker. Dus aan de ene kant heb je die hele dramatische beelden van de vlucht. En daar moet je natuurlijk op reageren. Daar moet je iets aan doen. Maar ik denk dat er ook een grote en hele belangrijke verantwoordelijkheid ligt. En die kan ook heel goed in de buurlanden. En er zijn ook nu langzamerhand beginnen die plannen wat meer gestalte te krijgen. Om te zorgen dat mensen werk hebben. Want mensen zitten natuurlijk niet te wachten op vluchten naar Nederland. En hier werkloos zijn en ergens in een AZC zitten. Mensen waar je werk hebt en waar je voor jezelf kan zorgen. Dat is wat veel mensen natuurlijk veel liever doen. Dus er zijn bijvoorbeeld met de regering van Jordanië zijn dus langzamerhand dan plannen om, en die worden ook al uitgevoerd, om te zorgen dat vluchtelingen aan het werk kunnen. Dat is toch eigenlijk waar het vaak begint voor mensen, dat je weer zelf je bestaan leven op kan bouwen. Ja. En dus ik denk, we moeten die twee, die twee zaken zien. Dus die vlucht, die dramatische tijd dat mensen zich in veiligheid moeten stellen, maar ook een dramatische tijd is daarna. Ja. Hè, waarin zomaar jongeren vooral, natuurlijk helemaal hun uitzichtloos. Uitzichtloos bestaan terecht kunnen komen. De meeste mensen die ik sprak onderweg toen, die wilden ook allemaal dat heel graag. Ze wilden of gaan studeren, of er zaten twee chirurgen uit Raqqa, daar hebben we nog steeds contact mee. Oh die, nee, maar dat kan niet hoor, want er zei iemand op Twitter, ja, het zijn allemaal advocaten en dokters. Ja, nou ja, goed, ik bedoel, ze hebben me foto's laten zien van hunzelf aan het werk. Ja, met, nee, en ik joh. Neem aan dat ze dat niet 2 jaar van tevoren in scène zetten in Raqqa. We hebben hier ook een dokter in de studio gehad, een Syrië dus. Weet je, en die willen allemaal heel graag weer wat doen. Ja. En ik kwam toen op KOS ook iemand tegen, een Syriër, die had hier in Nederland gestudeerd. Aan de TH in Twente. En die sprak perfect Nederlands. Die was teruggegaan naar Syrië. Had daar een IT-bedrijf opgezet en gerund. Dus dat was iemand met gewoon een goed inkomen. En die woonde in Damascus. En hij wilde daar ook eigenlijk blijven. Hij had een vrouw en een klein dochtertje. En, maar op een gegeven moment werd zijn wijk waar hij woonde werd aangevallen door ISIS. Die kwamen uit de riolen gekropen. En dat was voor hem het teken van, ja, nu moet ik hier weg. Dus die was, ondanks dat hij goed Nederlands sprak en al helemaal ingeburgerd was, enzovoort, enzovoort, moest hij toch met het rubberbootje vanuit Turkije de smokkelaars betalen, naar KOS, ja, nog meer betalen, in een vrachtauto naar Nederland en hier weer zich aanmelden bij het AZC. Nou, die is inmiddels beëdigd tolk, want die hadden ze toen natuurlijk heel veel behoefte aan en nu wat minder. Dus hij wil geloof ik weer wat meer in de IT gaan doen. Maar er zit dus van alles tussen. En het is wel belangrijk, denk ik, dat, en ik vond het wel jammer dat niet meer journalisten hebben gedaan wat ik deed. Omdat je dan ziet dat het wordt heel vaak beschreven als één soort homogene groep, de vluchtelingen. Of de moslims, of de Syriërs. En het is juist heel divers. En er zitten van allerlei mensen tussen die, nou ja, in Amsterdam, dat heb je het ook niet over de Amsterdammers. Het is allemaal heel verschillend. Ik ga jullie nu even afbreken, want we gaan even naar Egypte. En daarna kom weer terug. Dit is de uitzending in de stichting van de Nacht van de Vluchteling. Yeah, 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 yeah. We zijn weer terug. Joint Radio. Anaïs, jij het woord. Oké, dan gaan we weer. We zijn hier in de studio met Rena Netjes, journaliste Arabiste. Ton Huizer van de Stichting Vluchteling. En ook Ornstra, journalist die de hele wereld overreist en zich overal in en door en onder en langs mengt. Waar of niet? Nou, als je wat je gedaan hebt, dat is toch wel iets wat niet iedereen doet. Nee, er was toen in 2015 één journalist van het NRC en die had het ook gedaan. En nou, die heeft daar nog een serie, 1 of 2, ik weet niet meer precies hoeveel, artikelen over geschreven. Goed, dan heb ik een vraag hier. En daar is hij verdwenen. Hij wil niet vandaag. Ja, Esther van Dijken. Waarom nog steeds gebieden zoals Baghdad aangemerkt worden als veilig? Ook daar sturen wij kinderen naar terug.
9 jaar in Nederland. Rena. Ja, ik hoor dat soort verhalen ook. Dat de Irakezen worden teruggestuurd. Terwijl je toch zou denken dat Irak niet veilig is. Maar wat er vooral aan de hand is, dat vluchtelingen bijvoorbeeld uit Mosul en Fallujah, die eerst door IS waren overgenomen, daarvan wordt gezegd van jullie kunnen nu wel weer terug. Want Irakisch kregen ook maar een tijdelijke vergunning verblijfsvergunning. En dat zij dan weer terug naar Bagdad kunnen. Maar vanuit Arabische media krijg ik telkens te horen dat Bagdad zegt, wij willen die Soenitische vluchtelingen niet. Bagdad is vooral Sjiitisch. Ze hebben allemaal Sjiitische brigades die ook nogal huishouden. Daarom heeft IS denk ik juist veel grond kunnen winnen in Irak, omdat de Sjiitische brigades die Soenieten nogal mishandelden, zeg maar, als ik het heel kort samenvat. Dat is wat er nu eigenlijk aan de hand is. Ja, en je hoort natuurlijk daarnaast heel veel explosies en zo in Bagdad. Gaat in één stuk door. Je hebt allemaal slapende cellen van IS en zo. Het is gewoon niet veilig. Helemaal veilig lijkt het me zeker niet. Nee, die mevrouw waarmee ik destijds over de Balkan heen reisde, die kwam uit de buurt van Bagdad. En die vertelde dat, nou, ze was al een gedeelte van haar familie kwijtgeraakt door bomaanslagen. En ze legde het toen op een gegeven moment zo uit van, ja, iedere keer als iemand van ons naar de markt gaat, dan zijn we bang dat hij niet terugkomt. Dus dat, ja, dat kun je natuurlijk niet echt een veilig gebied noemen. Nee, dat kan je niet veilig noemen, nee. Ton, heb jij nog wat op te merken of is hier alles al over gezegd? Nou nee, ik kan me aansluiten, want Bagdad is een heel erg verdeelde stad tussen Soenieten en Sjiiten. En dat is nog altijd een grote strijd. Ja. Dat is Ton Huizen van de Stichting Vluchteling. 5000 mensen die gaan lopen voor de Nacht van de Vluchteling. U kunt ze sponsoren. Goed, dan gaan we over naar Rena. En dan zeg ik Khartoum-proces. Ja, er is in Nederland natuurlijk veel gesproken de afgelopen dagen over waarom het de kabinetsformatie is geklapt. Hè. En de tekst van Cenk Willink had het eerder in het programma over dat toch ook met Noord-Afrikaanse landen deals kunnen worden gesloten à la het Turkije-deal. En dat dan de mensenrechten zouden worden gerespecteerd. Maar dat is niet nieuw. Dat is al een tijd aan de gang. Vooral de Duitsers en de Italianen trekken dat. Een Duitse onderzoeksjournalist, die ik toch regelmatig spreek, Jens Luke, die heeft daar een paar weken lang onderzoek naar gedaan. Zijn conclusies staan in een tijdschrift, een artikel van in augustus al, in het tijdschrift Zenit. Maar hij schrijft bijvoorbeeld dat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Misère, Thomas de la Misère, die is naar Egypte geweest en die heeft onderhandeld over vluchtelingenkampen, zeg maar een soort VN-vluchtelingenkampen bij Alexandrië. Merkel is inmiddels ook in Egypte geweest. Merkel is ook in Tunesië geweest. Dus, hij schrijft daar nogal over, omdat hij zegt van, nou ja, wat ik eerder zei van, mensenrechten worden voor Egyptenaren al niet gehandhaafd. Dus hoezo ga je dat verwachten voor vluchtelingen daar? Bovendien, de VN heeft een capaciteitsprobleem, begrijp ik. Griekenland weten we allemaal dat de opvang beroerd is. Gaan we nu weer allemaal nieuwe kampen neerzetten in Noord-Afrika? Wat is daar de garantie van dat netjes gebeurt? Nog een tweede punt. Een volgende is, kijk, in Egypte komen heel veel vluchtelingen vanuit Eritrea en Somalië en Ethiopië. Hè, die hoorn van Afrika, ja. Komen heel veel naar Egypte toe. Eerst was het idee via de Sinaï naar Israël, maar Israël heeft een muur gebouwd. Dat is nu opgedroogd. Alweer een muur. Er zitten aardig wat Eritreërs en Soedanezen trouwens ook in detentie in Israël. Daar horen we hier ook niks over eigenlijk. In kamp in de Negev, Golan. En ze gaan nu dan via Egypte, proberen ze dan naar Europa te gaan. Maar dat, of via Libië dan later. Hè. Nu is het net zo dat vlak nadat de Duitse minister is geweest in Egypte, dat kan toeval zijn, maar ik denk het zelf eerlijk gezegd niet, zijn die boten abrupt gestopt. Want er gingen ook boten vanuit Egypte naar Europa toe.
In één keer is dat gestopt. Een paar mensensmokkelaars zijn opgepakt en die hebben 20 jaar gevangenisstraf gekregen. Dat is allemaal september, oktober ongeveer gebeurd. En een Eritrese journaliste die in Zweden woont, Meron Estefanos, zij heeft ook een documentaire gemaakt hoe Eritrese vluchtelingen gemarteld worden in Egypte, in de Sinaï. En als ze dan bevrijd worden, of dat ze dan opgepakt worden uit die martelkampen, dan worden ze in gevangenis gegooid in Egypte, want ze zijn illegaal. Dus dat is al gevangenisstrafwaardig. En dan word je daar weer mishandeld. En ze worden ook gebruikt om te werken, hè? Als een soort slaven gehouden, hè? Dat weet ik niet van Egypte exact. Maar in Soedan? In Soedan worden ze, ja, The Guardian heeft er aardig wat over geschreven, worden ze in ieder geval gemarteld enzovoort. En zij zegt, er is nu een deal aan in de maak, al een aantal maanden. En zij bevestigt het verhaal van die Duitse journalist, dat vooral Duitsland dat trekt, en Italië dus, maar dat er al geld zou zijn overgemaakt aan het regime in Soedan door Italië. Dat de Soedanezen verwachten dat nog veel meer geld gaat komen uit Europa. En men op het punt staat om ook geld over te maken aan Eritrea en Ethiopië. En dat volgens dat hele plan eigenlijk Soedan het meeste geld krijgt. En daarna Egypte. En dat de Duitsers ook militaire training geven. Politietraining. Aan die regimes, aan Soedan, aan Egypte, aan Eritrea, aan Ethiopië, hoe je dan die boel onder controle kunt houden, hè, zodat vluchtelingen niet meer het land uitgaan. Dat zegt zij, en dat is, ik citeer haar erop. Zij heeft een radiostation in Zweden waar Eritrese vluchtelingen in Egypte en Libië en zo, die in nood zijn, die weten haar te vinden. Ja. Er was net weer een video van de Verenigde Naties uit gisteravond. Of een video, die hebben ze niet om de mensen niet meer in gevaar te brengen, hebben ze niet de hele video gepubliceerd, maar wat foto's en dan de gezichten bedekt. Van 260 Eritrese en Somalische was het, denk ik, of Ethiopische, maar ik dacht Somalische vluchtelingen. In Zuid-Libië. En die mensen worden mishandeld, gemarteld, enzovoort, enzovoort. En die weten dan toch, of één of twee van die mensen die daar dan zitten, weten dan toch een journalist, een Eritrese journalist in Europa te bereiken. In dit geval was het iemand in Istanbul. En zo is dat verhaal naar buiten gekomen. Dat die mensen daar in een kamp zitten en mishandeld worden, enzovoort. En er waren mensen in dat kamp, kinderen ook, en mensen in het kamp die er al 6 jaar zaten. Tenminste, dat werd verteld aan die Eritrese journalist. Maar in ieder geval, ja. Waarom is hier zo weinig van bekend in Nederland? Nou, de documentaire die deze Eritrese journalist in Zweden, Meron Estefanos, heeft gemaakt, die is wel in Nederland vertoond, ook op tv, The Sound of Torture. En daarin kan je ook zien dat heel veel Eritrese in Egyptische gevangenissen zelfmoord plegen, want ze kunnen geen contact meer leggen met de buitenwereld. En mensen worden zo wanhopig. En zij heeft een gevangenis bezocht in El Arish Noord-Sinaï. Dat is al wel 2 jaar geleden ongeveer. En zij zegt in die documentaire ook, er lagen allemaal lijken buiten de gevangenis. Gewoon allemaal van dode Eritreërs. Daarnaast heeft Egypte al volgens een mensenrechtenorganisatie en ook volgens die Duitse onderzoeker, de Duitse onderzoeksjournalist, heeft Egypte bijvoorbeeld een paar jaar geleden ook 1400 Eritreërs gewoon teruggestuurd. En men is bang nu, omdat de Eritreërs dan die nu in Egypte zitten, die kunnen geen kant op. Hè. Ze kunnen dus niet meer wat ze van plan waren met een bootje naar Europa. Die nemen nu grote risico's om toch het land uit te komen, om een missie naar Libië te gaan. Maar men is ook heel erg bang om teruggestuurd te worden naar het regime in Eritrea. En nou ja, dan wil je dus ook niet weten wat daar dan gebeurt. Hangen en wurgen in. Ja, dus er schijnen heel veel mensen nu volgens haar dan echt vast te zitten nu in Cairo. Dus zij zegt, ja, het Europese beleid. Men zegt in Europa van, we willen juist meer slachtoffers voorkomen.
Maar hierdoor gaan mensen nog grotere risico's nemen überhaupt dan al eerder om toch weg te komen. Want mensen gaan echt niet vrijwillig terug naar Eritrea of zo, bijvoorbeeld. Dat is dan haar stelling. Ja, goed. Nou, we zijn er door. We hadden nog uren door kunnen praten, want er is nog een heleboel wat ik weten wil. Maar goed, we komen misschien er ooit nog wel eens een keertje aan als de gasten nog een keer terug hier willen komen. Ik wil Rena netjes ontzettend bedanken dat je nu al de vierde keer weer, hè, onze gast was. Ah, de vierde. Oké, graag gedaan. Ton Huizer, bedankt. Je bent nu de tweede keer onze gast geweest. Ja, mag ik nog even noemen dat mensen nog altijd kunnen sponsoren Lopers van de Nacht van de Vluchteling op www.nachtvandevluchteling.nl. En hier in Amsterdam wordt het startschot morgen gegeven door minister Ploemen en door Johnny de Mol. Nou, kijk, en er gaan 5000 mensen lopen. Juist. Ook Ornstra. Ornstein. Oh god, hoe maakt de Ornstra met die stappen? Enstra. Ook Ornstein. Heel erg bedankt dat je onze gast was. Niks te danken. Ik hoop jou ook nog een keer hier terug te zien. Vast wel. En het was allemaal zo interessant wat jullie verteld hebben. In ieder geval heel erg bedankt. Ga door met wat jullie doen. Want jullie laten zien wat er echt aan de hand is. Journalistiek zoals het hoort. En niet zoals het af en toe is. Ton, heel veel succes met de Nacht van de Vluchteling. Heel veel succes met Stichting Vluchteling. Bedankt. En we spreken elkaar nog wel. Merci. Dit was Joint Politics. En denk om vele slechts en naar Stichting... Oh, even snuffelen hoor. Portagora. Bedankt. Yeah, dit was de Joint Radio weer. Nog een huishoudelijke melding, zoals ik had gezegd. Moeshi zaterdag. Joint Radio gaat er ook zijn, dus verwacht een kleine reportage van ons. Een paar fotootjes erbij, een paar filmpjes. En ik ga jullie laten weten hoe het was. Joint Radio.